Achter ons klinken nu ook de sirenes van de motorbrigade van de politie. En Kelly, het wordt haar gewoon te veel. Ik ga haar, ja, heel dichtbij. Is dit mooi? Ik heb niks te veel gezegd, hè? Dit is het gewoon. Hard voor getraind. Ze wil hoe dan ook die marathon voltooien. En of je dat nou met een gemiddelde snelheid doet van 4 uur... of officieel als allerlaatste loper, dat maakt niet uit. Iedereen is een held. Iedereen die verdient het. Iedereen die meedoet aan die Rotterdam Marathon 2017. En ik verheug me enorm op de confetti's. Gefeliciteerd! Dankjewel! Of wie dit? Ja, ik kan het niet uitleggen! Als je het nog kan opbrengen, wou ik je nog even een bos bloemen aanreiken. En ik wil je een dikke zoen geven namens Rotterdam. Dankjewel! Van harte. Dankjewel! Heel van harte. Dankjewel! This sprint is a goal I win here. Okay. This is special for you. Oh, wow. Domingos Castro. Oh, ja, voormalig winnaar. Thank you. Hij was 20 jaar geleden winnaar van de Marathon Rotterdam. Ja.
Thank you. Congratulations. Thank you. En Kelly, toen je vanmorgen opstond, had je dit niet kunnen vermoeden? Nee. Fantastisch, hè? Ja, het is echt bizar. Ja, ik ben sprakeloos. Uitlopen was al bijzonder, maar dit krijgt een extra tintje. Ja, dit is iets om nooit te vergeten. Je bent de bekendste Nederlander op dit moment. Ja, bizar. Echt heel erg bizar. Dat had ik echt niet verwacht. Van alle lopers is het laatste woord aan jou. Zeg het maar in de camera. Zeg je? Het laatste woord is aan jou. Zeg het maar in de camera. Ja, iedereen die me gesteund heeft, die me succes gewenst heeft, bedankt voor alles. En weet je, die laatste meters. Publiek is fantastisch. Ja, gewoon bedankt voor alles. Ik vond het fantastisch. Echt. Dankjewel. Geniet van je moment. Dit is jouw moment. Dankjewel. Dankjewel. Kelly de Ridder uit de Zoetermeer.